Goedemorgen allemaal, fijn dat je weer kijkt naar deze nieuwe vlog. Het is alweer dinsdag en ik ben lekker weer klaar voor de dag. Ik ga naar school toe. Yay! Gisteravond was echt superleuk bij de première samen met Nadine. Ik heb zo gegild en gelachen. Het was echt heel erg leuk. Oké, let's go. Nou, het is al buiten hartstikke druk. Iedereen is aan het werk daar ook. Het is helemaal weer gewoon echt die dinsdag. Altijd die dinsdag is altijd... Is iedereen volgens mij aan het werk? Dan is de hele wereld in het leven bezig. Oké, nou, ik ben nu bijna bij de tram. Yes. Hier is mijn haar ook. Verschrikkelijk. Ja, en dan is het natuurlijk altijd de keus. Welke broodjes neem ik? Ik vind dat altijd lastig, omdat ik dit natuurlijk eigenlijk bijna elke dag wel haal. Raakt het eigenlijk een beetje verveeld, hè? Maar ik denk... Kijk, dit soort dingen, met die pizza dingen en die lumpia, en dat doet me echt eigenlijk vrij weinig. Ik denk dat ik gewoon lekker, op school heb ik van die vlokken, van die hagelslaggen, daar hou ik gewoon twee pistoletten aan. En dan pak ik ook nog even een chocoladebroodje. Ik moet je heel erg zeggen, ik heb die kaneelbroodjes zo vaak al gegeten, dat ik ze gewoon zat ben. Gek eigenlijk, hè, hoe je dat met eten kan hebben. Dat je het de ene keer waanzinnig lekker vindt, maar na een tijdje denk je van, nou, het doet me eigenlijk niks. Dus ik neem het niet. Oei, dit is in de bonus, dat vind ik heel fijn. Van die proteïnedrankjes. Oh, ze hebben die mond, wat leuk. Deze heb ik nog nooit gezien. Oké. Ja, het is vandaag dinsdag, is wel een lange dag, hè. Dus dan moet je altijd goed eten hebben. Staat hier wat fles. Ja, ik vergeet het bijna gewoon, hè. Ik vergeet het altijd. En dan heb ik ook nog zo'n statiegeldbonnetje in mijn tasje zitten. Vergeet ik ook al 5 keer te scannen. Wajo, wat een verschrikkelijke ervaring. Ik scan hem en er staat ongeldig. Oei. Nou, dat is nou wel heel jammer, hè. Maar ja, het was maar 15 cent, dus zoveel was het niet. Maar ja, ja, iedere cent telt. Ermee. Kom maar hoor. Ja. Die man heeft helemaal geen bonnetje. Ja, die moet dan ooit toch door die hek heen. Oh jongens, mijn haar. Iemand wilde net beneden op de foto met mij, want die kende mij. En toen keek ik in het beeld en toen gingen we die foto maken. Nou, mijn haar stond echt overeind. Maar dat komt natuurlijk omdat ik uit de wind kom buiten. Ga zaterdag naar de kapper. Dit is dan echt een beetje de druppel van mijn haarlengte. Als het nog langer dan dit wordt, dan gaat het helemaal zo golven. En dan lijk ik net een soort oceaan. Dat ik denk van, nee. Nee, bedankt. Dus thank god dat ik een afspraak heb. Want dan kan ik zaterdag naar de kapper. Daar moet ik nog de hele week. Maar het is dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag. Het zijn 4 dagen. 4 dagen, want zaterdagochtend ben ik al bij de kapper. Dus dat is waanzinnig. Oké, ik ga me lekker omkleden. Yay! Doe een duimpje omhoog, hè, jongens. En vergeet zeker niet te abonneren. En, wat vinden we van de camera? Ik ben nu de vlogs aan het editen met de nieuwe camera. Hè, die ik met de nieuwe camera heb gefilmd. En ik vind het echt prachtig. Al zeg ik het zelf. Ik vind het echt heel erg mooi. Ja, beter ook... Af en toe het geluid moet ik even kijken van moet ik nou harder praten of mag je ook zacht praten. Helemaal een vibe. En heb je trouwens altijd al willen weten wat er in mijn kluisje zit? Tadaa! Allemaal lege flesjes AA. Ik heb echt heel veel. 1, 2, 3, 4, 5, 6 flesjes AA. 2 flesjes jus de orange. Oh, wat erg. Dit is een extra paar balletschoentjes. In deze tas zitten sowieso mijn balletschoentjes en dingetjes in die ik echt wel dagelijks nodig heb. Nou, die vlokken, die heb ik gekocht. Wat is dit? Oh, dit is gewoon parfum. Oh, dit is gewoon... Oh, deze is best lekker, deze parfum. Oké. Hier heb ik nog iets van een deo ding staan. Hier ook, maar ik ben dus eigenlijk niet echt van die rollers. Ik weet niet of jullie dat ook hebben, maar ik vind die rollers... Ik weet het nooit daarmee. Maar het is zeker handig om te bewaren. Hier nog een halfje rolo. Hier heb ik... Wat is dit nou weer? Een statief of zo? Oh, het is gewoon een statief voor me filmen. Oh my god. Groen briefje, maar die heb ik nu niet nodig. En, oh ja, hier nog. Biotherm, of course. Pleister, tattoo creme.
Een borsteltje, een pincetje. Wat een kluis. Wat zit er nog meer in? Oh, daarachter nog een flesje AA. Oh, wat erg. Nou, ik moet het ook op gaan ruimen, hoor. Scherp zitten dan 2 seconden. En dan is het. En dan is het al bazen. Ja. Oh mijn god, een soort dus van lens. Ja, mijn precies, oude camera. Dus dan probeer ik scherp te stellen en dan is het weer bazig. En scherp en bazig. En dat kost zoveel moeite. Dat ik echt denk van. Nou ja, hè? Dat je denkt van als je hart ermee stopt, zou ik niet erg vinden. Zou ik niet erg vinden. Ja, echt. Nu ik dat hoor, krijg ik al gelijk een beroerte. Dat. Je moet eigenlijk hier filmen met je telefoon voor de. Voor de kijkers hoe dat ding dicht gaat. Oh, ja. Hoe zij ons verlaten. Ja, dat is grappig. Weten. Jongens, die camera die gaat zo grappig dicht. Oké. Okay. Die camera die vouwt een soort van in. Nou, dat vinden wij zo grappig. Let op. Maar soms heeft hij ook een soort klitter in. Dus dan duurt het even. Dan staat hij soort van ander gekant. Dus dan gaat hij eerst zo en zo en zo. Ja, en dan denkt hij, oh kaas. Dan kijkt hij, oh. Maar het is echt een soort van en invouw en invouw. En invouw en invouw en oe. En dan echt nog dat nekje zo. Ja, ja. Weer wat gescheurd. Ja. Maar hier zit echt veel in de tip, guys. Koop de tijger, want hier zitten veel meer funnies in dan in een krokodil, hoor. Hi! Hi! Hallo! We zijn echt zo druk bezig. We zijn echt allemaal acrobatieke dingen op de grond aan het doen. En mijn rug. Nou, echt, ik lijk wel
niet goed. En dan moet je rollen en weet ik het allemaal. Het is heel onwijs moeilijk. Ja. Maar het is wel leuk. Ik vind het even weer wat anders dan wat we normaal doen. Dus dat maakt het voor mij wel leuk. Ja. Moet je wel heel erg zeggen, de techniek is er nog gewoon niet. Dus ik probeer veel. Ja. Ziet het eruit? Nee. Ja. Maar goed, het idee is leuk. Wij moeten snel door. Hey you guys. Ik kom net uit de les. Het is 6:00. We hadden net krachttraining, maar het was zo zwaar. Alles voelde zwaar. Alsof ik gewoon na 3 maanden weer een keer een powertraining heb gedaan. Maar ja, ik weet niet waardoor dat komt. Ja, ik dacht misschien omdat ik maandag normaal te Pilates heb. Maar ja, gisteren waren we vrij. Pilates is toch wel altijd een soort van activatie voor je week, vind ik. Ik weet niet, het voelde allemaal extra zwaar, maar goed. Ja, that's life, dus je zet gewoon door. Ik ga nu naar de dans, want ik moet lesgeven. 30 minuten korter wel. Normaal gaf ik altijd mijn laatste les op de dinsdag altijd 1.5 uur. Maar dat heb ik laten veranderen naar 1 uur. Vind ik fijner, ben ik toch 30 minuten eerder thuis. Ah. Yes. Wat is dit voor kippenhoek? Dit is geen ballet, maar ik ga eerst even al het energie uit jullie lichaam halen. Dus we gaan even lekker kaart rennen, springen, jullie gaan me nadoen. Jullie zitten vol energie. We moeten straks wel concentreren, toch Anna-Hera? Ja. Oké, ik ga koppelen aan de box. Jullie gaan rustig opstaan en niet schreeuwen. Yay, you guys. Ik ben thuis. Nou, het lesgeven ging heel goed. Super fijn, want ik ben nu echt 50 minuten ben ik nu eerder thuis dan dat ik 1.5 uur zeg maar les gaf. Dus dat is zo fijn. En dan heb ik gewoon iets meer rust. En dan kan ik, want altijd dinsdagavond is zo haasten. Eet ik mijn snack. Wortels weer met die hummus of hummus. Hummus, weet ik veel hoe je dat noemt. Zo'n moeilijke naam. En ook lekker een glaasje Optimal erbij. Is niet echt een combinatie, maar goed. Ja, wat wel. En ik kijk lekker Enzo Knol zijn laatste Japan vlog. Vind ik echt super leuk. Ah, ik wil ook zo graag weer op vakantie. Dan zie ik, ik word zo blij van Enzo Knol. En sowieso, Marcia is nu in Amerika. Dus je hebt nu allemaal weer Amerika vlogs. En nou, Enzo zit nu in Japan. Volgens mij ook weer in wintersport komen hierna alweer de vlogs. Maar dan krijg je zelf zo'n waanzinnige zin om ook op vakantie te gaan. Dat is echt niet normaal. Ja, weet je, ik zit aan schoolverbonden. Dat is bij mij het irritante. Dus ik kan eigenlijk alleen in schoolvakanties. Maar ja, voorjaarsvakantie is dan maar 1 week. Dus dat vind ik dan weer zo stresserig. Mijn vakantie is 2 weken. Dus dat zou al wel misschien kunnen. Maar zomervakantie heb je gewoon denk ik wel een goede 1 of 6. Ligt eraan wat er na de zomervakantie gaat gebeuren. Hoe lang dan je vakantie is. Maar dan heb je wel gewoon een waanzinnige lange tijd. Om lekker op vakantie te gaan. Maar als ik op vakantie wilde, wil ik gewoon lekker even naar een warm land weer. Oeh, ik word zo blij van die heerlijke hitte. En dan die avondzon erbij. Ik word dus gewoon zo blij van die warmte. En lekker de zon. En gewoon het gevoel van dat je bruin wordt. En dat je 's avonds na een heerlijke stranddag en in het zwembad hebt gezeten, lekker gedoucht bent en dan lekker zo die lotion over je lichaam smeren. Dat gevoel, dat wil ik gewoon weer. Het klinkt heel gek hoor. Maar dat voelt zo waanzinnig. Ja, en gewoon lekker dat je eigenlijk er gewoon gezonder uitziet als je gewoon een kleur op je knijter hebt. Ja, dat klinkt heel stom, maar als het zo die winter is, dan word ik heel erg bleek. En dan zie je gewoon echt die hele grote wallen van mij. Die zwarte kringen. En zomers heb je dat gewoon niet. Dat zie je ook als je gewoon nu de zomervakantievlogs terugkijkt. Zie je ook gewoon dat ik echt een lekkere kleur heb. Ja, dat wou ik even gezegd hebben. Ja, het is lekker veel vakantie. Nou goed, het komt allemaal vanzelf alweer jongens. Het komt allemaal. Oké, dit was de vlog van vandaag. Bedankt allemaal voor het kijken. Hopelijk vonden jullie het weer een gezellige dag. En morgen is het gewoon weer woensdag. Ja, woensdag. Dag, slaap lekker.